Bij dit sportveld bij Maastricht werd 2 weken geleden de 14-jarige Justin door 2 andere 14-jarige jongens ernstig mishandeld. Die publiceerden vervolgens zelf een filmpje waarop te zien is hoe ze hem de kaak overtrapten. Nu 2 weken na het voorval is Justin nog altijd aan het herstellen en de vraag is maar of hij ooit weer de oude zal worden. Justin, we staan weer terug op de plek waar jij mishandeld werd. Wat doet dat nu met jou? Ja, het voelt gewoon raar. Ja, ik moet zo moeten zeggen. Jouw kaak is op meerdere plekken gebroken. Nu 2 weken nadat het gebeurde, gaat het nog niet goed met jou, hè? Nee. Het doet nog veel pijn. En nou zit hij dus binnen en hij mag niet te veel bewegen. Hij kan niet praten, hij kan niet eten. En ja, is gefrustreerd. Gefrustreerd en teruggetrokken toch wel een beetje, ja. Hij heeft zelfs schroeven in zijn kaak die er nooit meer uit gaan? Nee, de ijzerplaten die blijven zitten. De schroeven die mogen nog eruit. Maar de ijzerplaatjes die in de kaken die blijven. Want zijn kaken zijn dus ook gescheurd. Hè. Er zitten scheurtjes in. En dat blijft voor zijn hele leven, ja. Als je zelf nu het filmpje terugkijkt, kun je het dan nog herinneren wat er allemaal gebeurde? Niet echt, nee. Ja. Je bent stukken kwijt? Ja. Vandaag zijn 2 14-jarige Marokkaanse jongens opgepakt. Is dat wel goed nieuws voor jullie? Ja. Zeker. Ja, zeker. Ik ben er wel heel blij mee dat ze er dus wel iets mee doen, ja. Ja, want het filmpje zelf is een ontzettend heftig filmpje. Je hoort zijn kaak ombreken. Ja, daar ben je toch wel als ouders... ik als moeder en hij als stiefvader toch wel heel erg, we zijn daar toch wel heel erg van geschrokken dat kinderen zoiets kunnen doen. Ja.